Ik had voor de verkiezingen aan de gemeenschap beloofd dat ik hun als eerste zou vertellen wat voor economische catastrofe de vorige regering heeft achtergelaten. Dat zei president Chandrika Prasad Santokhi vandaag in het parlement. De president die heeft aan het parlement voorgehouden wat de regering Santokhi-Brunswijk heeft geërfd van de regering Bouterse-Adien. We voeren nu naar president Chandrika Prasad Santokhi. Het is vandaag precies 3 weken dat wij als nieuwe regering in deze samenstelling zijn geïnstalleerd. Bij de installatie hebben wij beloofd dat we zullen beginnen met een eerste oriëntatie, een inventarisatie en wat er is achtergelaten. Tegelijkertijd zouden wij beleid ontwikkelen en uitvoeren. Afgelopen maandag, 3 augustus, de regering in een persconferentie de eerste inzichten die uit deze oriëntatie zijn gekomen, gedeeld met de bevolking, omdat wij de bevolking dat beloofd hadden. En ik heb ook de voorzitter van de Nationale Assemblée geïnformeerd dat wij als regering beschikbaar zijn om ook onmiddellijk aan het parlement de informatie te verschaffen. Voorzitter, wij zijn niet stil blijven zitten. De evaluatie gaat door en er komen steeds meer feiten aan het licht. En het ziet er naar uit dat er nog meer informatie naar voren zal komen dan datgene wat eerder is gepresenteerd en datgene wat we vandaag zullen presenteren. Maar het is goed dat allemaal met u te bespreken en te delen. De voorzitter, deze regering heeft een fors beloofd om regelmatig informatie te verstrekken, verantwoording af te leggen aan het parlement en het volk. We zijn thans in het huis van het volk, de Nationale Assemblée. We hebben ook openheid van bestuur. We hebben ook continu contact met het volk. En we hebben ook te vertellen wat we zien, wat we vinden en wat we gaan doen. De voorzitter, wij willen u, de Nationale Assemblée, graag nader en meer in detail informeren over wat we tot nog toe hebben aangetroffen. En hierbij moeten we nogmaals benadrukken dat er nog steeds zaken geëvalueerd worden. En elke keer als we denken dat we eruit zijn, zien we dat er nog meer zaken aan het licht komen die soms nog erger zijn dan die vorige voorzitter. Maar dat neemt niet weg dat we in grote lijnen de situatie al in kaart hebben gebracht. En we zullen wat we aangetroffen hebben, kunnen we nu al die conclusie trekken dat we nog harder moeten gaan werken om oplossing te brengen. En om de basis te leggen voor vooruitgang en verbetering. De bevolking heeft ons immers niet alleen mandaat gegeven om te identificeren wat er mis is, maar meer nog om oplossingen te brengen. Om oplossingen te zoeken en werken aan vooruitgang en verbetering en uiteindelijk aan welvaart en welzijn van het hele Surinaamse samenleving. De voorzitter, regeerbeleid is immers gebaseerd op eenheid van bestuur, eenheid van beleid, eenheid van leiderschap, open en eerlijk bestuur. Die grondslagen blijven leidraad voor ons. Op basis daarvan hebben we het mandaat van het volk gekregen. En op basis daarvan zullen wij uitvoering geven aan dat mandaat. De voorzitter, wat hebben we aangetroffen? In het kader van de regeringstransitie waren ook op ons initiatief duidelijke afspraken gemaakt met de uitredende regering. En die afspraken waren gebaseerd op transparantie, openheid, eerlijkheid. En uiteraard hebben we ook afgesproken in beter leiderschap. Na de installatie van de regering, toen we inzage kregen in de verschillende departementen en de stand van zaken daarbij, bleek direct namelijk dat de informatie die we gekregen hadden tijdens de transitie niet volledig was. En soms was het zelf in schril contrast met de werkelijkheid. Een deel dat was gebaseerd op een volstrekte onjuiste voorstelling van zaken. En nu blijkt achteraf, terwijl we in een goed overleg waren in de transitiefase, een goed vertrouwen, openheid, eerlijkheid, transparantie, werden nog
besluiten genomen, beslissingen genomen. En als we nu kijken naar die beslissingen en de producten van die beslissingen, dan kunnen we op zijn zak zeggen dat het onbehoorlijk is geweest en ook in strijd met behoorlijk bestuur. We hadden al, ja, tijdens de campagne ook al gezegd, namelijk dat we ongeveer wisten wat we zouden aantreffen. Maar wat we zien, meneer voorzitter, niet alleen niet mooi, maar het is wel erg. In feite zou je moeten zeggen, dit mag je niet doen. Als je straks een paar van die voorbeelden gaat horen, dan is er maar één conclusie die je kan trekken. Dit kan je niet doen, dit mag je niet doen. Die lobakkonderen, die lobakkonderen, dan zou je dit niet gedaan moeten hebben. Meneer voorzitter. Meneer voorzitter. Wat we hebben aangetroffen, die kunnen een paar woorden als volgt samenvatten. De inkomsten van de afgelopen 10 jaren zijn moeilijk traceerbaar of ze zijn verdwenen. Er is sprake van financieel-economisch mismanagement op verschillende terreinen en ministeries. Er is sprake van onbehoorlijk bestuur. En we zien heel vaak als we documenten bestuderen, namelijk handelen in strijd met wet en recht. En als gevolg daarvan is er in de samenleving een enorme sociale problematiek ontstaan, met als gevolg de armoede. Grote groepen in onze samenleving zitten nu met het vraagstuk van armoede, meneer de voorzitter, waar we ook oplossing voor zoeken. Maar niet alleen dat. We kunnen ons niet aan de indruk onttrekken dat de vorige regering bewust booby-traps heeft gecreëerd. Ik noem op wurgcontracten, last minute wurgcontracten, die voorbeelden gaat u allemaal straks zien en aanhoren. Aantrekken van duizenden ambtenaren die op het laatste moment benoemd en bevorderd zijn. Op alle ministeries, op districtscommissariskantoren melden zich nu honderden mensen aan, waarvan men niet weet wat men met die mensen precies moet doen. Maar ook het voorbeeld van 50% loonsverhoging op het laatste moment, dat is overeengekomen met de CLO, de vakbond. En dat hebben we gecalculeerd wat het kost. De minister van Financiën gaat daarop nader in. De voorzitter, en dit alles terwijl de regering wist na de verkiezing dat het volk hen het mandaat heeft afgenomen. In de afgelopen 10 jaren, wat we hebben kunnen traceren, is er meer dan 4 miljard Amerikaanse dollar ontvangen, meneer voorzitter. Wat moet duidelijk zijn voor ons, wat er mee gedaan is. Geld is moeilijk te traceren, tegelijkertijd zijn nagenoeg heel wat projecten met leningen gefinancierd. De rijkdom van Surinaams volk, de inkomsten uit olie en goud, die zijn verpand of weggegeven. De gelden uit leningen werden door de regering beschouwd als regulier inkomen. Uitgaven werden betaald met leningen. De voormalige minister van Financiën had vlak voor de regeringsoverdracht maar liefst 270 miljoen SRD weggesluist naar een woningbouwfonds. Terwijl hij wist dat het geld noodzakelijk was en behoorde tot het pakket van financiële middelen om salaris te betalen over de maand juli met vakantiegelden. Maar desondanks zie je namelijk dat er maatregelen, handelingen verricht zijn om het te brengen naar een bouwfonds, om het onzichtbaar te maken voor de regering, meneer de voorzitter. En dit is een duidelijk voorbeeld van sabotage. Je kan het niet anders noemen. Wat ook de directeur wist namelijk dat we dat geld al geblokkeerd hadden voor salarissen. En dan nog ga je dit doen. We zijn bezig met maatregelen, meneer voorzitter. Aan de andere kant zien we heel wat zaken die gekwalificeerd kunnen worden als onbehoorlijk bestuur. En dat is namelijk dat er duizenden personen in dienst zijn genomen. En voor posities die ze niet gekwalificeerd zijn, waarvoor ze niet gekwalificeerd zijn, meneer voorzitter. De last minute wurgcontracten. Mensen zijn ook last minute bevorderd tot directeuren en ambassadeurs met bijbehorend salaris. En dit legt een enorme druk op de begroting. Je cijfers krijgt u straks. Meneer voorzitter, we hebben ook andere wurgcontracten aangetroffen, bijvoorbeeld huurovereenkomsten, waar we moeilijk vanaf kunnen komen.
Onze juristen zijn met al deze vraagstukken bezig. Maar meneer voorzitter, we zijn er overtuigd dat de vorige regering alles in het werk heeft gesteld. Het werken van de zittende regering te bemoeilijken. En je kan dit, ja, je kan het zeker zien als sabotage van de hoogste orde. En het getuig van onbehoorlijk bestuur, onethisch en onverantwoord bestuur. Maar mede ook tegen de achtergrond van good understanding in de transitiefase. Dat je goed overleg pleegt met de outgoing en de incoming, hadden wij niet verwacht dat we dit allemaal zouden aantreffen. Meneer de voorzitter. Dit heeft haar weerslag op de maatschappij, op de sociale gevolgen. De economie verkeert als gevolg van het wanbeleid van de vorige regering in een ernstige crisis. Voorzitter, veel bedrijven zijn vanwege de lagere omzetten gedwongen om te sluiten. Hierdoor neemt de werkloosheid toe, met name in de stedelijke gebieden. We hebben constateerd dat middelen die bestemd waren voor de compensatie van inkomstenverlies door het bedrijfsleven nooit terechtgekomen zijn bij die bedrijven in nood. We weten ook dat individuen niet langdurig zijn voorzien van steun. De voorzitter, wij als regering zoeken ook oplossingen. We geven u aan wat we aantreffen, maar we zoeken ook oplossingen. De bevolking heeft ons niet alleen mandaat gegeven om onregelmatigheid te bestrijden. Wij zijn ervan ons bewust dat we ook het mandaat hebben gekregen omdat het volk het vertrouwen in ons heeft dat we ook een rechtvaardig beleid moeten gaan voeren. Een beleid volgens wet en recht, een beleid waarbij ieder kan participeren. Een beleid dat niet gestoeld is op onderdrukking en machtsvertoon, maar een beleid dat gebaseerd is op gezag. Eerlijkheid, openheid en transparantie. Een beleid waarin iedereen een rechtvaardige kans krijgt om zich te kunnen bewijzen in de maatschappij. Een eerlijk beleid. Een beleid zonder corruptie. Met behoorlijk bestuur en degelijk integer financieel management en een rechtvaardige samenleving. De voorzitter, het realiseren van deze beleidsvoornemens is door wat we hebben aangetroffen niet direct makkelijk. We zullen ontzettend hard moeten werken en dat doen we ook, dag en nacht. En alles eraan moeten doen om dit pad, om dit pad te kunnen betreden, op dit pad te kunnen blijven en het land op deze gezonde basis tot ontwikkeling en bloei te kunnen brengen. De voorzitter, tegen de achtergrond van de hoeveelheid en de omvang van de onrechtmatige zaken die wij na de regeringsovername hebben aangetroffen en die wij nog steeds aantreffen, is het noodzakelijk gebleken om meer armslag in te zetten. Daarom zijn met spoed 3 presidentiële commissies ingesteld, die inmiddels voortvarend met hun werkzaamheden zijn begonnen. Het gaat om de commissies. 1. De presidentiële commissie toetsing rechtspositionele aangelegenheden, die zich onder meer bezighoudt met de onrechtmatige benoemingen en bevorderingen binnen ambtenaarapparaat en de meervoudige salarissen. En laat het duidelijk zijn dat dit geen heksenjacht is, meneer de voorzitter. Dit is toetsing van wat correct en niet correct is. Dit is toetsing van wat in strijd is met algemene beginselen van behoorlijk bestuur. 2. Meneer voorzitter, is er een presidentiële commissie oneigenlijk gebruik publieke goederen, die zich bezighoudt met de inventarisatie van de goederen die de staat toebehoren, maar die zijn ontrokken, of verduisterd, of verdwenen, of oneigenlijk gebruik, of we kunnen ze niet terugvinden. En we willen niet in de sfeer van geruchten blijven, laten we een keertje onderzoeken. Wat is de status van de goederen? Wat is de regelgeving? En of inderdaad er een status aangegeven kan worden van rechtmatigheid of onrechtmatigheid. Met een derde, presidentiële werkgroep implementatie anticorruptiewet, meneer de voorzitter. U weet, we hebben de anticorruptiewet goedgekeurd in het parlement. En in uw aanwezigheid hebben we de presidentiële werkgroep geïnstalleerd, meneer de voorzitter. Omdat we willen weten, wat staat waswet? Welke zijn de randvoorwaarden? Regelgeving, institutionele voorwaarden en alle andere zaken, zodat we ook deze anticorruptiewet in volle omvang kunnen doen, naleven. Meneer de voorzitter, uiteindelijk
is het parlement geweest dat deze wet heeft goedgekeurd. En het parlement wil namelijk dat wetten die goedgekeurd worden ook uitgevoerd moeten worden en dat die wetten ook nageleefd moeten worden.